Hallo, dit is Cornelis en hij is opgenomen in het ziekenhuis. We gaan jullie vertellen over hoe een dag eruit ziet wanneer je bent opgenomen op onze afdeling. Dit is zijn verpleegkundige. Ze heet Marina en maakt hem 's morgens om 7 uur wakker. Ze meet daarna zijn temperatuur en hartslag. Dat is belangrijk om te weten voor de dokter. Als dat klaar is, mag je vaak nog even blijven liggen. Als je het fijn vindt, mag een van je ouders bij je blijven slapen in het ziekenhuis. Dit is de voedingsassistente. Zij komt regelmatig langs voor eten en drinken. Nu komt zij het ontbijt brengen. Na het ontbijt mag je douchen en aankleden. Iedere kamer heeft hier een eigen badkamer. Daarna mag je zelf weten wat je gaat doen. Je kunt wat lezen, internet op de iPad of een spelletje spelen in de familiekamer. Je mag je telefoon bij je hebben. Hij moet alleen wel in vliegtuigstand staan. De dokter gaat vragen en kijken hoe het met je gaat. Dat doet hij onder andere door naar je longen te luisteren. Soms wil de dokter een bloedonderzoek. De medisch-pedagogisch zorgverlener is er dan bij om samen een plan te maken. Er is de hele dag doorlopend bezoekuur. De familie en ouders van Cornelis komen dan langs op zijn kamer. Er mogen max 2 mensen tegelijk aan zijn bed zitten. Als Cornelis zich goed voelt, haalt hij ze zelf op. Na het eten kun je nog in de familiekamer tv kijken. Daarna ga je slapen. Welterusten.